De Navrati-periode, die op 15 oktober is begonnen, is gisteren afgesloten. Navrati is een hindoeïstisch feest gewijd aan de viering van de universele moeder en duurt 9 nachten en dagen. De periode wordt gebruikt om te vasten en dat individuen zich daardoor geestelijk verheffen. Pandit Moti Gisai Dubey, verbonden aan de Sanatandharam Mahasabha, geeft aan dat de Navrati-periode goed is verlopen. Het is opmerkelijk dat veel meer mensen zich bewust worden van het belang van de Navrati-periode en de mandir bezoeken. Gisai Dubey vertelt wat er tijdens de Navrati-periode wordt gedaan door gelovigen. Navratri gebruiken wordt als Shakti Puja, ja? Verering van de kracht, ja? De kracht die ons leven geschonken heeft. De Adya Shakti, de oerkracht, de oorspronkelijke kracht van waaruit alles ontstaan is. Dus bij de Sanatandharam heb je Om Tvameva Mata, Chapita Tvameva. De kracht, ja, de God, ja, de goddelijke kracht, de almachtige kracht, vereren wij ook in het vorm van vader, Pita, dat is Vishnu Bhagavan, maar ook in de vrouwelijke vorm, dat is Lakshmi Mata, Durga Mata, Kali Mata. Pandit Gisai Dubey zegt dat de tegemoetkoming van de regering om ambtenaren die het hindoeïsme beleiden vanaf 12 uur vrijstelling van dienst te geven een goed besluit is geweest. Echter merkt hij op dat dit besluit eerder genomen moest worden. De pandit hoopt dat met de Navrati-periode, die is afgesloten, de harten van de gelovigen zijn gezuiverd. Dus het is laat genomen, maar wanneer het ook is, het is goed, ja. En we zien ook dat de mensen eerder naar huis gaan, ja, hun voorbereidingen doen, zodat er meer mensen nu naar de mandir kunnen komen. Dat ze op de pad van het dharma, op de pad van het goede, ja, van het satya, de waarheid, moeten doorblijven, ja, leven. Binnen het hindoeïsme zijn er 4 perioden van Navrati. De voorzitter van de Sanatandharam, Mahasabha, Pandit Nitin Jagbandhan, gaf eerder aan dat er een hoger doel is die de mensheid moet nastreven, namelijk dat een ieder één wordt met de Almachtige. Navrati is volgens hem een gelegenheid om dat te doen.